Met de verkenner bekijk je de inhoud van je PC. Je gebruikt dan de verkenner die in Windows is ingebouwd. Maar als je meer mogelijkheden wilt, kun je ook een alternatief gebruiken, zoals het gratis File Voyager. In een eerste auto hebben we de basis bekeken. In deze tweede kijken we onder andere naar de viewer. File Voyager is geopend. In elk venster vind je een viewer. Selecteer aan de linkerkant eerst een bestand, bijvoorbeeld een afbeelding. En klik op Embedded Viewer. Naast de afbeelding zie je de details over het geselecteerde bestand. Bovenaan zie je het typebestand. Deze wordt automatisch gedetecteerd. In dit geval is er sprake van een mediabestand. Je kunt hier eventueel een andere keuze maken, zoals de ingebouwde PDF-reader. Het typebestand wordt automatisch aangepast als je een andere keuze maakt. Met de onderste knop kun je zoeken. Het zoekvenster is erg uitgebreid. Je ziet dat er een apart tabblad wordt geopend. Met de bovenste groep kun je zoeken op naam en locatie. De locatie pas je hier aan. Als je op datum en tijd wilt zoeken, klik je hier. Je kunt vervolgens het tijdstip specificeren. Als je naar een bestand op zoek bent van een bepaalde datum, kies je de onderste optie. En geef je de datum aan, waarbij je ook nog eens onder andere bewerkings- en of aanmaakdatum kunt specificeren. Dit zijn de resultaten. Zo sluit je het zoekvenster. Het menu onderin zijn de favorieten. Die kun je via deze knop managen, of via de knop in de groep Navigate. Je kunt bijvoorbeeld nieuwe locaties toevoegen, dat gebeurt in een paar stappen. In de tab Manage kun je onder andere de grootte van een geselecteerde map in beeld brengen, of van alle mappen. Je vindt hier ook een knop waarmee je de voorkeuren kunt aangeven. Zo kun je ervoor zorgen dat File Voyager naar het systeemvak wordt geminimaliseerd, of dat het programma vanuit het systeemvak is op te starten als het wordt gesloten. En bij Thumbnails kun je onder andere de grootte hiervan aanpassen. In de tab View kun je bijvoorbeeld filteren. En in de tab Tools kun je via Installed Software in het configuratiescherm de geïnstalleerde programma's in beeld brengen. Als je een andere opmaak wilt, kun je dat aanpassen via deze knop. Tot zover. Dit overzicht van File Voyager.